President Chandrika Persat Santokhi beëdigt Ronald Turumang tot groot opperhoofd van de trio-gemeenschap. De gewezen Gramang Ashongo Alalaparu, die intussen is overleden, heeft toen de overdracht gedaan aan zijn kleinzoon Ronald Turumang. Op 11 maart 2022 heeft president Santokhi hem van overheidswege beëdigd. Waarlijk helpen mij God almacht. Zo voor feliciteer het trio gemeenschap Nanga de Nyong Gramang. Ik is van Nyong Gramang en mijn hoop dat hij alle den trio sagi en respect van jong broeder maar gado verkies in like Gramang. En Mickey ook die ondersteuning, ja, Mickey ook die ondersteuning dat die ontwikkeling voor het gebied van u kan komen op gang. Ja, pas toe bundel hoe de samen, hoe naar die verdeelheid, dan ook kies je ontwikkeling zou moeten kiezen. Ja, daarom ik me roep alle ding trio braden en sa op. De hoofdkapiteins, de kapiteins voor het gebied, voor die ondersteuning naar de jongere man. Ja, mijn feliciteer u nu, de heerser van de gemeenschap, president, ik feliciteer u ook, de regering, en dat hij, Karusa, bless you. Ik ben ook morgen langer, maar u nu de regering, zeg die ook toe ondersteuning waar nodig. Nee, die grantani dat hij bewaant teka woroko en dat hij gado sa leyu in a woroko disi. Grantani. Het is een eer voor de regering om vandaag een nieuwe gramang voor de stam der trio's te installeren. Maar zijn seremau, irasa menai kuyane, talenot ton ikalamang dit toa kuyane seremau. Daarbij bent u waarschijnlijk de jongste gramang die in de recente geschiedenis door een regering wordt beëdigd. Maar zeg maar mannen en mijn klimokoumen, seremo serenam en akkeloko mannen, sereoloko mappai seremo. En dat is een opmerkelijke feit, omdat men bij een gramang meestal denkt aan een oudere persoon. Maar zeg maar mijn gramang, katonai
Wij weten, Gramang, dat uw opa, Ashongo Alalaparu, al enkele jaren terug had aangegeven dat hij wilde aftreden en naar een vervanger zocht. Maar ze heeft tamo Ashongo Kenga, jene tamo tupa mewa, jiwa na imenya rida meji pantangan sebagai Kenga tamo, rida me kantene pantakame. Wij weten ook dat er verschillende kandidaten waren, maar uiteindelijk heeft hij zelf een jonge man gekozen. Telekene tapi mene kanteh tong, ma menya idawena atau emele ayah kantene tepata hapomme. Heeft u ook aantal jaren begeleid en goed geobserveerd. Maar ze hem male impane, ze kure male weh to imene kane. En zijn keuze is niet meer veranderd. En dat betekent dat hij blijkbaar tevreden was daarmee. Ze hem male twerke, twerfuna tinerewakene emele ayah kantene dan mesremonele inetetar meimenyale gramame. Ook het trio volk heeft u geaccepteerd. En dat is belangrijk voor uw functioneren. Maar ze hebben het al een tong erin gedaan. Vandaag bent u hier op het paleis van de president van de Republiek Suriname voor uw installatie, hetgeen inmiddels is gebeurd. Maar ze hebben het al een simpel president die Pakolotau. Ze hebben het al een gegeven Tony de Pakolotau. Maar dat betekent ook dat de regering ook u accepteert als Gramang. Maar de menyale regering tau nai menyale olokowe toy da me ama accept epona nehtang lanti. Gramang Turumang. Mitakwa losani in Nederlands. En mi breti dat tolk vertaling junu zodat alles suma kan verstaan. Mitaygi net keba kan de yuna moro yongu Gramang. Sabe edig, maar dat wantakki, dat im ap ondersteuning, voor de mensen ap ervaring, voor de mensen ap wijsheid, en tide, uw kerkiman, dominee, begigi u, en ala san sa yo do, ala roko sa yo do, do en a nemfu masragado. En samen we zorgen dat ontwikkeling moest komen. En u kan rekenen dat ondersteuning voor president, voor vicepresident, voor minister voor regionale ontwikkeling en sport en voor haar regering ook toe voor de commissarissen. Sajaso, die de voor uw ondersteuning en haar rokom. Met dat wil alles maar grantangi, veel succes en mek gado leju dat we een passie. Lekwan Grama. God bless you all. Thank you. Serama kokonya na pohal ka serama grama meji be to apai sen amyar ye kanda to male vene sembo de nai amuine aire mek pa irikusa okay goeiemiddag amekant uit
Oké, een moment was van vandaag gebeurd dat ik de grandma ben geïnstalleerd. En het is een historisch moment voor mij. En het is een harde, hard werk voor mij als grandma. Oké, ik wil het in Ira Sarum via je padabo. En toen je werd in de school. Toen toen. Je pad op je ontwikkeling je hebt maar ieder jaar zijn er weer nono je nono ieder boe zo iedereen weet nono kan je tappen toch ja ieder jaar zijn er weer dit om je itu dan bij anime itu bij anime je hebt dan die terwijl oké drie punten waarvoor ik nu echt moet gaan werken is onderwijs op grond van onderwijs en op grond van goed water drinkwater en belangrijke gezondheid. Dat zijn drie dingen en de enige echte belangrijk is dat die grondrechtvraagstuk, die heb ik echt nodig. Omdat ik leef van het bos, want ik ga niet naar de markt, ik leef van het bos en dat moet ik nu in orde maken. Dat is mijn eerste wens wat ik met de regering wil bespreken. Vandaag is inderdaad de beëdiging van de Gramang der trio's, de heer Jimmy Turumang. En de samenwerking met het ministerie is heel belangrijk, omdat een van de doelen van het ministerie is het traditioneel gezag. En de samenwerking met het traditioneel gezag moet dan op een goede manier en om samen met de gemeenschap te werken aan de ontwikkeling. En in dit kader is het dan heel belangrijk, ook voor de gemeenschap, dat zij dan nu officieel weer een gramang hebben na het overlijden van de grootvader van de heer Turumang, die al had overgedragen in september vorig jaar, maar dat het op deze manier dan formeel is, zeg maar. De relatie is heel goed. We hebben frequent contact met het traditioneel gezag, met de dorpen in het zuiden. Dus de samenwerking is heel goed. De focus ligt nu op de ontwikkeling van het gebied en natuurlijk kijken hoe de samenleving zich weerbaar kan maken. Weet je, economisch weerbaar, ook voor de voedselveiligheid. Want we weten nu, en vooral nu op dit moment, hebben ze heel veel last van de regen. En dan komt de voedselveiligheid in gevaar. Dus wij moeten ook kijken naar de mogelijkheden om die uitdagingen, weet je, dat wij daar oplossingen voor hebben, zodat de voedselveiligheid in elk geval verzekerd is. Want u weet dat binnen de inheemse gemeenschappen jagen en vissen heel belangrijk is. En ze hebben het bos nodig en de Gramang heeft het ook aangegeven dat grondrechten voor hem een heel belangrijk onderdeel is van het heel gebeuren, weet je, van de ontwikkeling van zijn gebied. Want als je jouw gebied wil ontwikkelen, dan moet je ook zekerheid hebben op die grond. En daarom heeft de Gramang ook aangegeven dat een van de belangrijkste zaken is dat hij graag gerealiseerd wil zien binnen zeg maar, korte tijd. En dat moet natuurlijk samen met de overheid gedaan worden.